asking me questions. Yeah, I know you, but we ain't friends. Quit asking me questions. Yeah, we in this section, but you can't get in. Quit asking me questions. Yeah, I got the new Chrysler, it's blue with the tint. Quit asking me questions. I'm tired of these questions, asking me questions. That's one of my questions. They all in my business like TMZ, but back in the day they ain't noticed me. They weren't coming to see me like Otis, but I always thought like the coldest. I had a little chip on my shoulder. Then I got older and older, and I had to flick it off. I feel like a boss, like I'm Ricky Ross, but I got no Maybachs. They do anything for the clout. It's facts when they say that. If I take your girl, don't be in my DM asking for your bay back. We save a lot of things like money, but hoes gonna say that. And homie, that's straight facts. Yeah, I know you, but we ain't friends. Quit asking me questions. Yeah, we in this section, but you can't get in. Quit asking me questions. Yeah, I got the new Chrysler, it's blue with the tint. Quit asking me questions. I'm tired of these questions, asking me questions. That's one of my questions. Yeah, I know you, but we ain't friends. Quit asking me questions. Yeah, we in this section, but you can't get in. Quit asking me questions. Yeah, I got the new Chrysler, it's blue with the tint. Quit asking me questions. I'm tired of these questions, asking me questions. That's one of my questions. The grass greener on the other side. I took a peek in that grass red from all these homicides. I mean, you gotta look alive, cause in the field get live, or you gonna have your mama cry. Okay, dames en heren, betreft de amateurgevecht tot 74 kilogram. Uit de blauwe hoek, represent Belgium, United Fighters Gent, 18 jaar. Give it up for Ilyas, the wolf, Alikhadjiev! En zijn tegenstander uit de rode hoek komt uit Rotterdam. Represent Rootless MMA. 21 jaar. Give it up for Ramzi Rahiem. En de wedstrijd staat onder leiding van Henk Hennepin. Dames en heren. Daar staat hij. Een Belg tegen de Rotterdammer. Yep. Dat kan niet goed gaan. Het is wel grappig dat bij de Belg dat België, maar niet welke stad. Oh, dat is United Fighters Gent. Yeah. Ja, ik heb Ilyas Alikhadjiev een paar keer eerder zien vechten. Die kan gewoon worstelen. Nou, dat is ook geen verbazing van niet over, want United Fighters Gent kunnen ze allemaal worstelen. En het is de vraag aan Ramzi of hij daarmee om kan gaan. Klopt, ja. Die ruimte pakken, die afstand pakken en dan pakken. En je hoort de coach roepen, sluiten, sluiten. Ja. Ramzi, triangle aan het werken. En die triangle is diep, die is heel diep. Hij is uit, hij is weg. Submission wint van Ramzi. Het publiek wordt helemaal gek. Winnaar uit de rode hoek bij submission, Ramzi Rahiem. Ramzi, wat een dominante winst. Wat betekent het voor je? Ja, ik wil mijn tegenstander bedanken. Sowieso, SNL heel ruthless. Ik wil deze man bedanken. Zonder deze man was ik niks. Heel team Rootless, we zijn niet voor niks het beste team van Nederland. En zo naar mijn boys daar. En zo naar mijn neef Carlos, hij kon er niet bij zijn. Allahu Akbar! Is er nog iets wat jij kwijt wil voor een volgende tegenstander? Is er iemand specifiek? Nee. Dames en heren, Ramzi Rahiem.